Een hele goede middag. Een hele goede middag, lieve allemaal. Lieve handwerksterren en alle andere bezoeksterren van dit supergezellige en dagelijks geopende live online handwerkcafé. Daar zijn we weer. Het is zaterdagmiddag. De eerste zaterdag van april. En we zetten de bloemetjes buiten. We zijn gezellig buiten. En ik zeg we, want naast jullie zit hier ook Frits. En Samson die ligt hiernaast. Ja, je ziet hem bijna niet, want hij ligt hier, staan allemaal stoeltjes. En daar staat een foteltje en er staat er nog eentje. Ik weet niet wat je kunnen zien. Hij ligt in ieder geval in het achterste foteltje. Kunnen jullie dat zien? Ik kan het allemaal niet zien. Oh ja, niet. Daar ligt hij. Hij ligt daar. Daar. Je ziet zijn pootje. Dus nou, gezellig, we zijn er weer. Wat een lekker weer is het. Wat een lekker weer. Nou, super fijn dat jullie er gezellig bij zijn. Ja, Jutje zag het pootje. En nou, tada! Joehoe! Daar zijn we weer. Dat doen we nog een keer. Hallo, ik ben er ook. Lieve mensen, hier heb ik echt zo leuk geld mee verdiend. Voor de mensen die een kleine breimolen hebben en op de markt staan. Hier heb ik echt zo leuk geld mee verdiend. En ik denk, ja, Koningsdag komt eraan. Misschien heb je een kraam of een plekkie. Je moet de verwondering ervan verkopen. Je moet het dus staan demonstreren de hele tijd. En dan zien mensen het en dan is oh, ah, oh. En dan keuzestress en dan vliegen ze de tent uit. Dat wilde ik eventjes zien. Gerrit, dan gaan we die nog een keer doen. Dat is een breimolen ding. Kan ook wel met gewoon... We kunnen wel weer een keer zoiets doen. Maar dat is hakend, is dat veel meer werk natuurlijk met de breimolen. Nou, leek me leuk om te beginnen met de bloemetjes. Frits is erbij gaan liggen, want ja, het is chillbeelden. Oh, sorry, ik was je niet van plan je wakker te maken, maar er zat weer een plukkie. Hey. Gaan we liggen, want ik heb het vergeten mee te nemen. Ik heb van alles meegenomen, maar ik heb dat ene vergeten mee te nemen. Maar jullie hebben al genoeg gehad vandaag. Of althans, de dag is nog lang. Even kijken, hoop mensen zijn er. Myrna zit lekker in haar tuintje. Ik moet ineens denken aan, ik heb een tuintje in mijn hart. Margaret, goedemiddag. Nou, ik heb de Lost in Time gezien hoor. En die is leuk geworden. Moet je even, als je wil weten wat Margaret voor wat dat nou is, de Lost in Time. Dan moet je even op de Facebookgroep kijken van Maak het met Miranda. Femke is met de tweede zorgenvriendje bezig. Ja, ja, je weet nu ook wat je eventueel anders wil. En alles kan anders, hè, want er zijn geen regels. Dus ja, dat is wel erg fijn dat je daar plezier aan gaat beleven. Zo. Nou, die ligt ook lekker te chillbillen, want wat is het lekkere dag. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben pas eigenlijk net zo'n beetje buiten. Ik ben de hele dag binnen aan het werk geweest. Je zal het altijd zien. Maar dat geeft verder niet, want nu heb ik bijna weekend. Ik zie een gele vlinder. Oh, hij is weg. Hoop mensen zijn er. We zitten gezellig buiten. Anja is bij Art. En ja, ik zie een gele vlinder. Ja, een citroenvlinder. Femke is er gezellig. Jenny Els de Raads is er gezellig. Dus ook bij. En Rita van Scheppingen en Henny, hoi. En Gerry, goeiemiddag. Ik heb lekker een kopje kuppensoep trouwens. Oh. Inge Nicole, hi. Shirley is er ook gezellig weer bij. En Vonne, goeiemorgen. Nou jongens, die heeft een leuke vijver in de tuin. Serieus. Marianne, goeiemiddag. Monique, hi. En Roos is er ook gezellig weer bij. Flauwe Roos. En Saskia, goedemiddag. En Annemietje, hoi. En Marianne Timmerman. Lekker rustig in. Lekker rustig. Heb je even lekker een momentje? Inge Nicole is er gezellig. En Gerry, goedemiddag. Jutje was scherp, die zag een pootje. Ferdinanda, goedemiddag. En Connie de Niet is er gezellig. Suzanne, hi. Gerry zegt, zie ik dat schattige popje?
Corrie, goedemiddag. Ja, de cupcakes. Dan verkoop je dus de verwondering. En ik verkocht ze voor €15 volgens mij. Serieus. Er zit ook wat werk in. Een beetje haken, een beetje prutsen. Ze gaan we die nog een keertje doen. Ik zal erover nadenken, over een andere variant. Sylvia, hi, goedemiddag. Irma is er gezellig. Gerard heeft in de tuin gezet. Corina? Nou, net of ik je gisteren nog heb gezien. Net. Ja, precies, Gerrie. Tuurlijk, je kan je eigen varianten gewoon opmaken. Myrna, die zit dus lekker in de tuintje. Margaret, die hadden we gezien. Anja Venderbosch, goedemiddag. En Iris zit ook gezellig bij me in de tuin. Nog 35 dagen. Judith, goedemiddag. En Betty is er ook gezellig. Oh, 37 dagen. Oh, duurt iets langer. Oh, Frits, die wil op schoot. Oh, zo. Frits wil op schoot. Die schiet dus uit. En ik zit hier met een hete soep. Dat ging net goed. Oké. Nou, Frits, komt u maar. Zo, dat was even gokken. Hij zit weer terug. Hij denkt, ja, je zit, dan wil ik op schoot. Even kijken hoor. Samen in de tuin. Oh, gezellig, Irma. Ja, Marianne zegt, ja, rustig. Kids naar buiten. Eén met papa mee naar de boerderij. En één op kamp met scouting. En Harm lekker in zijn hockey. Oh, wat heerlijk. Dit is Harm's warmste dag ooit, denk ik. Zeg ik dat goed? Die is ook één deze dagen jarig, toch? Oh, ik mag de video laten zien van de vijver. Oh, dat is wel leuk. Messenger. Oh, ik weet niet wat ik doe. Even wacht hoor. Het beeld zal wel weer niet goed zijn, maar... Annuleren. We kunnen niet alles hebben. Even kijken, Messenger. En dan... Oh ja, verkeerde... Oh, hier, ja. Moet je even groot. Hij hoort de sirene, hoor je dat? Zie je dat? Nou. Hi! Zo, spook van de opera. Hoog voorhoofd. Nou, en dan hadden we er nog eentje. Groot. Kijk, er zit een fonteintje in. Zoek het fonteintje. Kijk, er zit een fonteintje in. En hoe meer de zon gaat schijnen, hoe meer die gaat sproeien. Maar het is echt wel... Kijk, er zit een trappetje bij dat de beestjes erin en eruit kunnen stappen. Leuk ding. Serieus leuk ding. Zo. Gaat het weer, Frits? Want even je oogje poetsen. Die vinden de beestjes ook allemaal leuk. Voor de vogeltjes. En misschien gaat de egel er wel uit drinken. Je weet het niet. Joke, hi. Gaat op zonne-energie, Femke. Ja, leuk hè, Hanneke. Femke wil weten wat voor vissen erin zitten. Zitten de vissen in? Ja. Ja, precies. Het is een febo. Nou, je gaat naar buiten en ook echt gelijk, hè, komen er weer beestjes. Ik weet niet of je hem ziet. Het is een heel klein beestje. Het is echt een heel klein beestje. Heel klein kevertje, torretje. Ik heb allemaal hapertjes aan. Oh, en hij is weer weg. Oh nee. Ik heb allemaal hapertjes aan mijn vinger, zie ik ook. Ruwe vinger. Kijk. Och, en dan komen er allemaal weer gelijk torretjes en dingetjes en zo. Dan ga jij me ergens anders oplopen in plaats van mij.
Hè? No, that was not a flea. That was a beetle or a... Je hebt een kever en je hebt een... De ene kan vliegen en de andere niet. No, it was not. No, it was not a flea. That won't stay. Zo. Je hebt een kever. Een tor. Tor. Ja, of een tor. Tokkie tor. Oh, over. Och, wordt een heel lang uur dit. Ik ben pas 10 minuten open. Hey Jeanette, hi. Ja, een torretje. Nothing on the hand, Marcia. Ik was bij de buren. Ik heb jullie wel eens verteld, hè. Ik had vroeger 2 oma's. Nu heb ik er geen meer, maar dat kan ook bijna niet anders. En bij de ene oma, daar was een ton. En daar mocht ik wel eens mee spelen. En daar zat een gebreide pinguïn in. Dat vond ik het allerleukst, met een gebreid sjaaltje om. En daar las ik altijd de story weekend privé. Lieve Mona. Heel interessant. En over Anita Meijer, dat die 2 tanden mist. Maar dat genetisch is. En ik las daar stripboeken. Oh, Femke, ze zijn hartstikke duur en hier helemaal. Ik denk dat je uiteindelijk toch bij Ali terechtkomt. En daar was ook een stripboek. En nou was ik er straks even bij de buurvrouw. Ik vind het leuk, hè. Die heeft een boekenkastje. En dat vind ik altijd leuk om even te schuimen en te snoeien. En ik heb het jullie wel eens verteld. Ik las daar George en Jimmy. George en Jimmy. Als je dat nu gaat goochelen. Als deze aflevering op zwart gaat, dan het was alleen maar informatief. George en Jimmy. In 1939 verscheen het eerste verhaal in albumvorm. Kijk, tegenwoordig ken je ze vooral zo. Tegenwoordig ken je ze altijd zo. Nou. Hier kan je het verschil goed zien. Op deze foto kan je het verschil goed zien. Dus nu, die kennen we met die leuke, wat is het? Die nicht die in huis woont en de major. Maar deze, die las ik dus bij mijn oma. En wat haal ik hier nou dus uit het kastje bij het boekkastje? Je gelooft het niet. George en Jimmy. En daar... De avonturen die George en Jimmy in dit verhalenboek beleven zijn oorspronkelijk in de jaren 1953-1955 verschenen in het weekblad Panorama. Ze werden later in een 2-tal albums gebundeld. Die zijn getiteld Op weg naar Minasusa en Avonturen in Minasusa. Dit verhalenboek is een heruitgave van die 2 albums. Nou, volgens mij had mijn oma de ene helft. En de andere helft die ken ik dus waarschijnlijk niet. Maar dit is van origine een Amerikaanse begrip. De eerste strips die kwamen uit Amerika, George en Jimmy. En dat hoorden we net al, hè, ergens eind jaren 30. Maar met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog werd alle Amerikaanse stripboeken verboden. Dus toen werden ze massaal verbrand. En deze zijn dus een generatie later. Maar de George en Jimmy van nu, die zijn al heel lang anders dan de George en Jimmy van toen.
Dus nou, ik ga er toch eventjes doorheen lezen en dan zet ik hem weer terug. Ik ga er ook geen enveloppen van maken. Maar kijk of, hoe het door het oog van een 50 jaar oudere Miranda er nu uitziet. Dat is wel leuk aan die boekenkastjes, hè? Gewoon een beetje schuimen. En wie kent hem niet? Niels Holgersson. Hé, hey, vleermuisje, hi. Wie kent hem niet? Och jongens, we zijn pas een kwartier onderweg. Dit wordt een lang uur. Ik ga eerst even lezen wat jullie allemaal zeiden. Want ik weet niet of jullie doorhebben, maar dat kan ik niet tegelijkertijd zien. Ja, Niels Holgersson. Oh, ik vond het ook geweldig. We gaan zo meteen even voor de mensen die het niet kennen. Even een kleine introductie. Het staat namelijk achterop. Er zitten geen vissen in de vijver van Vonne. Die cartoonogen, dus ja. Ik weet ook niet. Jutje zegt, oh, dat heb ik vroeger ook veel gelezen. Monique ook. De Eppo. Ja, de Eppo. Dat had mijn neefje. Hé, hey, vleermuisje. Deborah is gezellig binnen. En Esmeralda. Hi. Deborah zegt, Niels Holgersson vond ik een vervelend jongetje. Ja, daarom had hij ook straf, hè. Komen we zo op terug. Wacht even hoor. Even weer een pluk haar uit de kat van haar. Het is niet bij te houden. En dat is precies op het moment dat de vogeltjes haar nodig hebben. Dat is dan altijd wel weer handig. Ja, de Bobo. En de Tina. Oh ja, die vond ik ook zo leuk. Kreeg ik van mijn nicht. Ik was nergens op geabonneerd. Kreeg ik allemaal van de oudere nicht en neef. Die woonde 6 deuren verderop. Ja, gewoon de avonturen. Niels Holgersson zelf, zeg maar, ook heel weinig. Maar al die ganzen. En die ganzen waren net smurven. Okay, wat zeg. Guus Vlaten, de Marsipulami. Ja, ik kende de Marsipulami alleen van het liedje van Danny Christiani. En later weet ik wel Guus Vlaten met, heb ik wel dat album met de Marsipulami gezien. Maar de Marsipulami was niet altijd bij Guus. Oh ja, Vleermuisje die is naar Rijswijk, naar de broodfabriek geweest. Was het druk? Was het leuk? Was het leuk even uit ook, hè? Sylvia zegt, ik vond vindstripboeken niks. Ik las vroeger al Pinkeltje. Ja, ik had een hele plank vol met Pinkeltjes. Ik had ze volgens mij allemaal. Op zaterdag was de markt aan het eind van de straat. Er was een plein, een grote visserijplein. Daar woon ik al lang niet meer, hè, is Rotje Knor. Die markt schijnt er nog steeds te zijn. Maar toen stond daar al een tweedehands boekenman. En ik mocht daar iedere week boeken uitzoeken. Ik was ook lid van de Biep. Ik verslond letters, echt alles. Dus ik wel stripboeken als Pinkeltjes en Kluitmanboekies. Ik had een kamer vol met boeken. Geweldig. Maar ja, Pinkeltjes heb ik ook versleten. Op de Bibelenbondse berg wonen Bibelenbondse mensen. En die Bibelenbondse mensen hebben Bibelenbondse kinderen. En die Bibelenbondse kinderen eten Bibelenbondse pap. Met een Bibelenbondse lepel uit een Bibelenbondse nap. Ja, Wipneus en Pim van die kleine boekies. Duitje. Opa. Joke zegt, de club vond ik ook leuk. Zeg maar niks. Ja, Jutje, die kent ook de Bobo. Maar de Bobo was echt een beetje kleuterblad, hè? Oh, nou, Vleermuisje helemaal blij. Niet te druk. En alles gevonden wat ze zocht. Helemaal goed. Femke die vrat de kinderbijbel. Nee, ze las vroeger altijd de kinderbijbel. Over en over en over. Mooi verhaal. Ja, Pinkeltje. Geweldig. Suzanne leest altijd in bed. Ik heb 10 boeken op mijn nachtkastje liggen. Dus ik kan nog even vooruit. Wat goed. Ja, je kan de Pinkeltje film inderdaad op YouTube terugkijken.
Ja, dat is lang geleden, maar dat is wel leuk. Was toen heel kunstig. Margaret, we zitten nog mee te doen ook met je biebelenbonzenbonzen gedicht. Ja, geweldig toch? Oh, Wolkenwietje. Ja, Wolkenwietje. Femke, gaat goed? Jutje was van de Kameleon. Ja, dat viel in de categorie jongensboeken. Dus. De Oudelijke Tweeling, ja, die vond ik ook wel leuk. Ja, en ik had ook van mijn moeder, maar er zijn hier misschien ook wel mensen die ook hebben gehad. Ik had zomer- en winterboeken van mijn moeder. Dat waren een soort dikke ingebonden boeken. Aan de buitenkant heel vrolijk met allemaal spelende kindjes en dat kan ik me nog wel herinneren. En dan binnenin stonden, net als dat je nu winterboeken had en zo, stonden verhalen en nou vooral veel verhalen. En die had ik nog van mijn moeder. Maar daar werd toen alles geschreven met SCH, mensen en zo. En dat was niet meer in de tijd dat ik die las. Dus, en toen leerde ik eigenlijk al van, ja, je hoeft geen boeken voor je kinderen te bewaren, want de taal evolueert constant nog, maar... Ik heb ze wel allemaal verslonden. Oh ja, die kostschoolboekjes. Oh, ik wilde zo graag naar kostschool. Ik wilde zo graag naar kostschool. Dat leek me zo geweldig. Oh, Inky houdt niet van pinkelen. Oh, ja, ik vrat... Ja, sorry. Ik vrat boeken. Ik vrat vroeger boeken, ja. Althans, ik was er wel zuinig op. Maar ik verslond alles. Martine, hi. Ja, daar is een film van gemaakt. En dat was voor toen de tijd was dat heel bijzonder. Want er waren natuurlijk... Het was met echte mensen, hè? Petra van Leeuwen, goedemiddag. En met die biebelenbonzen lepels sloegen ze elkaar. Je maakt er maar wat moois van, Inge. Jullie zegt pas geleden de hele reeks van de 5 gekregen van mijn schoonouders. Die waren van mijn man. Dat is de volgende reeks die ik ga lezen. Ja, dat is wel leuk. Maar je zal zien dat de taal toch anders is. Ja, ik wilde zo graag naar kostschool, Deborah. Margaret heeft die van Tolkien versleten. Ja, die heb ik dus niet gelezen. Ja, Thea Beckman, Kruistocht in Spijkerbroek. Is nog steeds een klassieker, hè? Maar die is wel herschreven ondertussen. Ja, de taptoe en de okkie. Maar dat was van katholieke scholen. Wisten jullie dat? De okkie en de taptoe, dat waren tijdschriften. Daar kon je op abonneren, of die kreeg je, weet niet, als je op een katholieke school zat. Mijn neefje en nichtje zaten op de school tegenover de mijne en die waren katholiek. En dat was een katholieke school. En van hun kreeg ik die dan weer als zij ze uit hadden. Of als ik ziek was, een hele stapel of zo. Net zoals de nep-Lego. Ja, de Bobo, dat waren echt. De Bobo waren echt kleuterblaadjes. En het Blijten, ja, dat klopt. Oh, Annemie ging elke woensdagmiddag naar de Biep, lekker lezen. Kan nog steeds, hè, lieve mensen, hoef je geen lid voor te zijn. Oh ja, Joke die had ook romantische voorstellingen van kostscholen. Ja, precies. Ja. Kostschool. Maar nog even terugkomend op de Biep. Je hoeft geen lid te zijn om naar de Biep te kunnen, hè? Ja, de Bobo, hè? Dat is een kleuterblad, toch? Het wereldje van Beertje Lichthart. Dat ken ik dan weer niet. Alleen op de wereld. Sprookjesboeken. Hou nou eens op. Je staart helemaal leeg te plukken. Zo. Irie, dat kan ook nog, hè? Oh, je haalde gewoon... Ja, ik ook. Iedere week met mijn moeder naar de Biep. Moest een drukke weg oversteken. Hanneke's broer had de Donald Duck. Dat is ook fijn. Dat kan je ook lezen als het mag. Ja, de Bobo bestaat dus nog steeds. Daar hoeven ze ook niet zoveel aan te veranderen, volgens mij. Joke las ook alles... Ja, ik ben nog steeds zo'n informatieslurper. Wat dat betreft, wat was ik in die tijd blij geweest met Google. Maar die bestonden niet. De gebroeders Grimm. Ja, ik heb nog steeds het sprookjesboek uit mijn jeugd. Dat heb ik ook verslonden. Al die sprookjes heb ik gelezen. En dan sloeg ik de sprookjes die me niet leuk leken over. Maar die heb ik uiteindelijk ook allemaal gelezen. En in dat boek werd... Niemand weet dat ik Rapunzel Steeltje heet. Volgens mij gevierendeeld.
door vier paarden. Oh, de Tina vond ik ook hartstikke leuk. Ja, Femke is nu lid van de online bieb. En ja, fantastisch. En ik zeg met kerst, zondagsschoolboekje van WG van de Hulst. Speciaal kerstboekje. Judith's zoon is vernoemd. Berend. Om binnen te gaan in de bibliotheek, Suzanne, hoef je echt geen lid te worden. Dat bestaat niet, want de bibliotheek is een publieke ruimte waar je ook informatie kan opzoeken, de kranten kan lezen. Je mag altijd de bieb binnen, maar dan mag je geen boeken mee naar buiten nemen. Maar je mag er de kranten lezen, de tijdschrift, er zijn leestafels, je mag meedoen aan activiteiten. Kijk hoor. Esmeralda's eerste vriendje heet Niels. Ja, Niels Holgersson natuurlijk. Noortje vond ik het leukst. Hé hey Mariska, hi. Ja, geweldig. En ik nam het gewoon voor waar aan natuurlijk. Helemaal niet overstuur. Dus wat dat betreft, je kan altijd naar de bieb om boekjes te kijken. Ja, gratis wifi. Ja, dat is niet meer. De bieb is niet meer een plekje waar je stil moet zijn. Oh, dit is wel grappig. Dit is een Niels Holgersson tijdschriftje. Niels Holgersson tijdschriftje. Een tv-strip. 2,10 gulden of 42 Belgische franken, lieve mensen. Niels redt een kleine gans. Het is dus een tijdschrift, net als de Donald Duck. Het bestaat denk ik niet meer, maar net als de Donald Duck. Met een brievenpagina. En er zijn echt zoals de kinderen het hebben geschreven. Hanna is ook weer lekker thuis. Heb jij een leuke dag gehad? Beste Niels, vind je het leuk om met wilde ganzen mee te vliegen? Je ouders denken zeker dat jij Maarten gestolen hebt. Maar dat is niet zo. Ik hoop dat je weer groot wordt. Dag Niels. Wendy Noord zei. En ze woonde op de Leendert Langstraat Hof 18 in Schiedam. Dat kon je toen nog gewoon eronder zetten. Maar dat moet je tegenwoordig niet meer doen. En dan doet Niels, die heeft een typemachine mee. Je hebt het goed hoor. Natuurlijk heb ik Maarten niet gestolen. Zoiets zou ik nooit doen. Ja, het is best leuk bij de wilde ganzen. Zoals je weet hou ik van alle dieren. Lees maar gauw hoe het allemaal verder gaat. Dag, de groetjes van Niels. Niels was toch een pestkop? Dat was een ettenbak. Vol een maandblad was het. Beste Niels, ik heb bijna al je strippen van 5 tot 19. Voordat 19 kwam duurde het zo lang. Maar nu heb ik hem. De plaatjes die erbij staan heb ik zelf getekend. Doe de groeten aan alle vrienden. Dag, ik hoop dat ik erin kom te staan. Groeten Sylvie Dumont, Witte Klaver 1, 3069 DL Rotterdam. Telefoonnummer 010-4-210-576, zoiets. Dat is natuurlijk niet meer. Oh, Debbie boeken, geweldig van die dikke. Oh, geweldig. Er waren ook met paarden, daar was ik iets minder fan van, want ik hou niet zo van paarden. Ja, precies dat, Deborah. Ja, daarom was hij klein gemaakt. Kijk, wat was nou het verhaal achter Niels? Oh, wat grappig, Jutje. Nou, dan woont ze in dezelfde buurt. Wat was het, hoe heette het? De Witte Klaver. Dan woont ze waarschijnlijk in een bloemenbuurt of zo. Dit is nummer 25. 25 exemplaar, 25 maanden, dus meer dan 2 jaar. Ommoord. Ah. Nou, hier staat het. Niels Holgersson en zijn vrienden. Voor wie het niet kent, kan je volgens mij ook nog wel op YouTube terugvinden. Maar dat weet ik niet zeker. Niels Holgersson woont met zijn ouders op een boerderij in Zweden. Als straf voor zijn ondeugende streken, wordt hij door een kabouter in een dwerg veranderd. Nu is hij net zo klein als Kruimel de hamster. Dus hij wordt door een kabouter in een dwerg veranderd. Dus een kabouter en een dwerg zijn niet hetzelfde. Dat we dat even duidelijk hebben.
Kruimel de hamster. Als de wilde ganzen met hun leidster Akka van Kebnekaise een bezoek brengen aan de boerderij, vragen Niels en Kruimel of ze met hen mee mogen vliegen naar Lapland. Maarten, de tammere ganzerik, wil ook graag mee. En samen met de wilde ganzen beginnen Niels, Kruimel en Maarten aan een lange tocht vol avonturen. Nou, dan heb je Maarten. Dat is dus de tamme gans van de boerderij. Niels Holgersson en Kruimel. Dus dat, hij is klein. En dan hebben we ook nog andere sterren. Zo hebben we daar Gorgo de Adelaar. Emmerik de Ooievaar. Smeren de Vos. En Koesie, Akka, Visie, Kolme, Kaksie en Iksie. Zijn natuurlijk Zweedse namen. En Akka is die met die grote wenkbrauwen, dat is de leidster. Ja, precies. Hij moest eerst een lief jongetje worden. Oh ja, Saskia en Jeroen waren ook leuk. Oh, Hanna was ook naar de beurs, maar die zegt, ja, het was wel leuk, maar heel veel kaarten maken. Ja, dat is nog steeds een hele grote hobby, hè? Hey, sowieso is het leuk, hè? Het is ook leuk om gewoon rond te kijken wat er allemaal is en kan. En, het was dus een maandblad. Even kijken, het was dus een maandblad. Dus we hebben echt een strip van Niels. En, welk jaar zitten we eigenlijk? Het origineel 1995, weet niet, zoiets. Sinds 1985, Niels Holgersson. Even kijken. Ik zet reclame in. Oh, en Bamse heeft ook een eigen tijdschrift. Wie kent Bamse nog? Vond ik echt niks aan. Nou, heerlijk, Hanna. Fijne dag gehad, dat is altijd goed. Wie kent Bamse? Margaret, toen was ik 8. Niels Holgersson. Toen was ik 15. Niels Holgersson foto. Pim komt eraan. Nee, het was geen succesvol tijdschrift. Niels Holgersson. Hallo, chérie. Zoals je ziet staat je brief op de fotopagina. Je tekening lijkt zo goed. Het is bijna een foto. Vandaar een ereplaats. Groetjes, Niels. Liefste Niels Holgersson en Kruimel. Ik zit ondertussen de katten. Ik heet Sherry Quirijnen. Zo, Quirijnen denk ik. Hoe jij heet weet ik wel. Ik vind je blad heel mooi. Daarom maak ik deze brief voor jou. Als je wil, zou ik graag hebben als je deze brief in het boekje zet. En dan heeft ze een hele goede tekening gemaakt. Hey jongens en meisjes, maken jullie vader en moeders geen mooie Niels-foto's meer? Stuur ze gauw op. Misschien kom je dan in de volgende Niels. Wat is nou weer een Niels-foto? Want dit is een tekening. Die hebben ze maar uit wanhoop geplaatst, want er waren geen foto's meer. Wat is een Niels-foto? Dan wil ik Miranda, maak het met Miranda-foto's. Nou,
Ik ga hem natuurlijk ook weer terugleggen in het kastje. Maar ik denk, ik wil hem toch even laten zien. Niels Holgersson. Oh, sorry. En zo rommelen we lekker door. Hebben jullie nog vlinders gezien vandaag? Ja, mijn kroks zijn schoon, Sylvia. En mijn wastafel is ontklokt. Irma gaat er vandoor. Jutje was 13, dus je bent van 72. Kijk, doei Irma. Mariska zegt, wat heb je met de... Vlinder! Wat heb je met het tafereeltje gedaan? Waar heb je het over, Mariska? Ja, ik weet het ook niet, Petra. Vast dat je met een gans op de foto staat. Ja, hoe kom je daar nou aan? Oh, fijn hè, Deborah, paardenbloemen. Jullie weten dat de eerste bloemen veelal geel zijn, die bloeien. Omdat dat speciaal is voor de beestjes, dat ze goed aantrekkingskracht hebben. Veel gele eerste bloemen zijn, veel bloemen zijn geel. Dat heeft een reden. Ik zie al die bosjes, dat worden weer vingerhoedskruid. Oh, ik ben zo benieuwd dit jaar. Nu is het nog maar cool, kaal en groen en kan je heel ver kijken en zo. Dat is straks weer voorbij, hè? Hopen we. Nou, oh, hij ligt toch lekker te liggen, joh. Wat een zwaar leven heeft die kat toch, hè. Nou, ook de oppo in de gaten. Oh ja, ik zit hartstikke buiten, Mariska. Vanmorgen ook. Ik zit hartstikke buiten. Het is zulk lekker weer, ja. En vervolgens ben ik naar binnen gegaan en ik ben eigenlijk net weer buiten. Jullie zijn zeg maar mijn uitje. Maar nou ben ik klaar hoor. Nou is het tijd om weekend te worden. En even lekker niks te doen. Dus het is heerlijk nu. Het is hier nu. Ik ga even kijken. Frits, mag ik mijn telefoon? Nou. Hij doet zo'n nagels erin. Het is hier op dit moment. Oh jongens, hoe warm is het bij jullie? We gaan het weer doen. Het is hier op dit moment 24 graden. Hallo Marcia. Hallo. It is here, it is. -75 degrees. Fahrenheit. Goed gedaan, Mariska. Lekker geslapen. Ik zet hem weer even terug, want anders een temperatuur Celsius. Or, as we say in Holland, 24 graden, 24 degrees. Esmeralda, 25 graden. Yeah, it's nice, it's comfortable. Hanneke, 25 graden. Miranda, 23 graden. Sinessa, heb jij geen wind? Nou, ik ben geloof ik 5 keer mijn deur bijna kwijt geweest. Maar op dit moment geen wind. Och, kijk nou. Hij vindt het helemaal lekker, dat boek. -24 graden, -24 graden. Monique heeft ook hetzelfde weer. Heerlijk, maar wel overwegend. Het is een beetje bewolkt. Het is niet meer knallende zon. Dat is wel jammer. Judith ook 24 graden. Marianne 23. Connie, zit jij aan zee? 22? Nee, het is echt warme wind. Wat, hoe noemen ze het nou? Een Spaanse vleug of zo? Een Spaanse vlaag? Alles goed. Je gaat ook op stoel liggen. Hij zet wat vies weer aan. Zeg, wacht even hoor. Zo, het is eraf. Goldish. Oh, yes. Als het 46 in... Oh, yes, that's coldish. Ja, Connie zit een beetje aan zee. Nee, het is een warme wind. We krijgen ook... zo, Jeanette. Hopelijk niet met hond. Er schijnt ook zand mee te komen. Spaans zand. Ik weet niet. Maar er schijnt Sahara zand mee te komen. Hey,
en Jetty die is naar de tuin geweest en die zei doorrijden. Ik wil vertellen. Alex, doorrijden. Ik wil vertellen. Vertel. Jetty die is naar, naar de kloostertuin waar, waar Monica werkt geweest. Hoe was het? Heb je honing, hakhoning gekocht? Oh, that's very cold. Thank you, Sylvia. That's cold, Marcia. I'm sitting in the garden with my summer dress and a cardigan. I'm wearing a cardigan. Een hele goeie trouwens. Die is nog een hele oude. Die is gekocht, maar hij is wel heel leuk. Het is overigens een tafelkleed cardigan, maar er zitten touwtjes aan. En dan is die prima. Precies, Mariska. Sla maar lekker over. Bij hen is het tussen de 20 en de 22 graden. Ja, dan ben je wat verder weg en richting zee. Ik ben heel benieuwd hoe Jetty het heeft gehad. Had je handwerkje mee? Ah, uiteraard hakken. Pas erop hoor. Het is me toch op partij lekker. Het is partij lekker. Ik heb nog een beetje mango en dan is het allemaal verdwenen. Hoewel mijn date heeft de gember meegenomen. Die had ik ook een soort van voor hem geregeld. Yes, Marcia, it's something. There's something in my throat. But it could be the hooikoorts, high fever or something. Because there are growing lots of flowers. Nee, had je geen tijd op de hand werken? Oh, voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, ik loop er even heen. Dit is de niet eetbare. Hoe heet het ook alweer? Kijk, er zitten allemaal bloemetjes in. Heel veel smaken, heel veel smaken. We hadden gember, eucalyptus, erg lekker. Moet je nou kijken. Dus vanaf een... De laurier die bloeit, dank jullie wel. De laurier die bloeit. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je dat het echt prachtige, maar dan ook echt hele prachtige bloemen zijn. En zoveel. Ik weet niet hoe het zaad van de laurier eruit ziet. Ik weet wel dat ze overal opkomen. En dan laat je ze even 2 jaar staan en dan kan je ze verpoten. En dan hoef je ze niet te kopen. Dan kan je weer gaten in de heg opvullen en zo. Jetty heeft mango en anijs. Ik had ook mango en ik had honing. En gember. Maar het zijn echt hele mooie bloemetjes. En er zitten er dus ontelbaar veel aan. Die zijn nog niet helemaal open. Ja, mooi hè? Dus als je nou... Dan denk je van, nou, ik loop langs zo'n saaie struik... Ga eens wat dichterbij kijken en verbaas je over hoe geweldig dat eruit ziet. Mooie kleuren ook. En dat zie je van een afstandje niet. Overwoeken door de munten, Deborah, je kruiden. Ja, munt is een ding. En er komen allemaal vliegende beestjes op af en vlinders en bijtjes en zo. Kijk, ja, zoek de bijachtige, zie je? In het midden. Nou, dus we worden helemaal blij van. En er zijn nog veel meer bloemetjes. Uitkijken waar ik loop. Bloemetjes die aan het groeien zijn. Er zit nog geen bloem aan het bloeien. Maar die zijn bolletjes, hè. Blauwe druifjes. Bijna uitgebloeid. Die is nog mooi. Maar hier komen van de zomer echt wel een hoop bloemen. Daar verheug ik me nu op. En vingerhoedskruid. Och. Hele nesten. Geweldig. Toen ik hier pas kwam wonen, kende ik dat helemaal niet.
En ik maai dus ze steeds af. Heb ik echt jaren gedaan. Kijk. Ze groeien echt overal. Hier ook een nest. En daar eentje. En dan hier ook weer. Dus ik zeg tegen Date, voorzichtig. Dan moet je voorzichtig zijn. Kijk, hier een heel kleintje. Dit mag je niet maaien. Daar mag je niet op gaan staan. Dat vind ik gewoon de leukste bloemen die er zijn. Ik weet niet hoe ver mijn wifi gaat. Ik loop even door. Ook laurier. Ik ga allemaal erbovenuit komen. Is echt heel hoog. Oh ja. We hadden het laatst toch over die klokjes. Die zijn nu uitgebloeid. Daar hangt hier en daar nog eentje aan. Weet je wat? Die op mei klokjes leken. Kijk, daar hebben we er nog eentje bovenin. Maar ja, en nou verandert het weer terug in saai groen. En dit worden dan de zaadjes, denk ik. Heet die Pyrrhus? Oh, Mariska zegt de dagpauwoog zat ook in de laurier. Oh, Pimmetje zegt, wat gaan jullie doen? Nou, we zijn aan het lopen door de tuin. Ja, wat dat kan. Oh, kijk. Och ja, dat is altijd gezellig. Je loopt nooit alleen. Je loopt nooit alleen. De Pyrrhus. Nou, ben ik blij dat iemand weet wat het is? De Pyrrhus. Yes, Marcia. Yes, it is. Yes, yes. Look. There's a table with the dolphins. And there's the table with the plants. And that has to get rid of. This is yes, totally. There's my summer stand. And the terrace where I am in the summer. Yes, absolutely. And when it's possible, I'm outside. Oh, yes, no. The Wi-Fi doesn't reach that far. The router is already outside with a long cable. Yeah, it's beautiful here. But it's a little forest. Pyrrhus, geweldig. En de dagpauwoog zat ook in de laurier. Ja, die hadden we vanmorgen ook, hè. Nou, mooi hè, Deborah. Die bloemetjes zijn zo schattig. Maar dat is met heel veel bloemetjes. Hè? Dat klinkt allemaal heel truttig en zo. Ik weet van 99 van de bloemensoorten niet wat het is. Maar hij ruikt wat. Hij ruikt wat. Hij ruikt wat. Oh, hij ruikt wat. En, maar dat maakt niet uit, want als ik het een mooi bloemetje vind, je moet alleen wel weten wat, je moet bijvoorbeeld niet de berenklauw aan gaan raken. Oh, lavendels. Oh, hommels zijn dol op lavendel. Ik heb ze nu in de pot, daar gaat het beter dan in de grond. Oh, wat zit hij nou weer te eten? Oh, hebben we konijnenkeutels? Wacht even, goed nieuws als het konijnenkeutels zijn. Hebben we konijnenkeutels? Dat zou echt heel goed nieuws zijn. Wat hebben we hier? Nou, als het wat was, dan is het nu zo te zien op. Ja, mijn date zei dat... Die had ook konijnenkeutels gezien. En dat zou goed nieuws zijn, want ik heb jaren geen konijnen gehad in de tuin. Doei, Jetty. Heb ik nou helemaal gemist hoe ze het heeft gehad? Het zijn net honden, hè? Doei, Jetty. Tot morgen. Ja, Inspector Morse. Ja, ik denk dat het dat er wel is, Connie. Gewoon het allemaal wat rustiger observeren. Even kijken.
Ik ben nog even aan het terugkijken of ik Yeti zie. Oh ja, die had mango en anijs. Oh, ze heeft een filmpje gemaakt. Oh, dat is wel leuk. Fritsje. Heeft daar een konijntje gelopen? Ja, laat in ieder geval geen keuteltjes. Maar die kan die zojuist hebben opgegeten. Het is allemaal wat. Het is allemaal wat. Nou, gaan we nog even een rondje doen. Wat gaan jullie eten deze zaterdag? Ik eet wat de box schaft. Hè. Ik heb een hoop vleesjes en ik heb een lekkere groenteschotel voor de oven. Dus dat ga ik eten met Date. Tenminste, als die nog opkomt dagen. Hij is er nog niet. Oh, vlinder. Oh, die zagen jullie weer niet. Spaghetti. Bij Saskia. Kipragoe lekker bij Claudia. Ja toch, kon hier gewoon rustig kijken. Mariska eet lekker een broodje. En Deborah zegt, oh, we hebben shawarma gekocht bij de slager. En die heeft zulke lekkere pita broodjes. Fijn. Dus jij eet shawarma. Lekker. Zo. Hobelabai. Connie eet varkenshaas saté saus en een broodje. Dus eigenlijk eet je varkenshaas saté. En Suzanne, Chinees. Och, het motorseizoen is ook weer begonnen. Horen jullie het? Jeanette, die heeft weer vis. Lekker toch? En Deborah zegt, kom date aan. Nee hoor. Nee. Ja, Max zit in Japan. Ik heb geen idee hoe laat dat eigenlijk plaatsvindt. Vicky eet frietjes. Grietje, die neemt nog even gezellig een kopje thee. Oh, ja, van de kippenkraam. Oh, dat is helemaal lekker. Goed geregeld, Claudia. Nou, kom maar, Frits. Moet even je ogen schoonmaken. Jullie een Zwitserse aardappelschotel met een lekker een Wiener schnitzel. Je ook rosti rondjes met sla en drumsticks. Kijk, dat is lekker. Ja, er komt weer een motor langs. Dat is hier heel ver vandaan, hè? Oh, en Marcia eet eggplant parmezaans, kaas, denk ik. Annemie gaat lekker bij Joke eten. Met de rosti rondjes. Nog eventjes. Ik doe ze nog eventjes opnieuw. Voor de mensen met de kleine breimolen en die er in het begin niet waren. En die misschien een kraampje hebben met Koningsmarkt voor de deur of zo. Omdat je... Vonne eet focaccia. Focaccia. Oh, dat is een brood. Focaccia. Deborah woont ook aan de A12. En dan s'nachts die motoren, ja, dan hebben ze het rijk alleen, hè. Dan gaan ze als een malle. Er zijn ook camera's tegenwoordig, hè. Lene kijkt even voor Max. Ja, klopt. Eggplant. Nee, eggplant is courgette. Volgens mij. Groentesoep met een tosti bij Connie. Ja, of het wel. Nou, ik heb de nazi staan en denk van, oh ja, wel. Jullie zeggen, hier mag Heidi of ik het dinsdag klaarmaken voor mijn verjaardag. Oh! Judith weet wat ze dinsdag eet voor de verjaardag. Kipragoe. Doei Deborah. Oh, vannacht om 5:55. Zo, hallo. Annemie eet lekker broodjes uit de airfryer met vegaburgers. Die eet gewoon lekker een soort van broodje vegaburger met soep. Ja, ik ook, Claudia. In het Nederlands niet, want in het Nederlands aubergine is aubergine. Kleurig, dus dat is wel makkelijk. Ja, precies, ik ook, Mariska. Oh, Judith had net reclame. Maar ik niks aan de hand. Je hebt nog niks gemist voor de mensen die er straks niet waren. Voor de breimolenmensen die zeggen van, nou, misschien een leuk projectje voor op de markt. Ik heb er hier echt zoveel van verkocht.
Het bestaat uit 1 tube, dus dat is wel leuk om te weten. En een beetje haakwerk. En ik stond ze dus te... Oh, dat is precies de verkeerde kant. Daar moet je wel even van tevoren rekening mee houden. Ik stond ze dus te laten zien. Ja, op zijn Engels dan... Maakt niet uit. Het is een bloemen cupcake. En ze zijn super makkelijk om te maken. En ik maak ze dan in alle kleuren van de regenboog. Met verschillende huiskleurtjes. Met verschillende haarkleurtjes. Ik kan ook natuurlijk andere kapseltjes maken. En ze zijn hartstikke snel gemaakt. Oh, dit is een hele oude al. Dat is een van de eerste die ik heb gemaakt. Dat is ook nog een hele oude video. Maar het principe is... Ze verkochten als een malle, want ik stond ze te presenteren, zeg maar. En dan, verbazing. Ik verkocht de verbazing, zeg ik altijd. Kijk, hier heb ik met dubbel draad gebreid, want het was allemaal nog met restjes en zo. En, zucchini. Zucchini. Lekker. Nou, dus, dat is voor de mensen die naar de markt willen. Ja, precies. De verbazing. En dan heel veel verschillende. En dan stonden ze allemaal als bloemetjes. En dan stonden volwassen mensen allemaal... Zullen we die doen? Kijk. Je moet erbij zeggen, altijd als je dit verkoopt in Nederland... In Engeland mag je het niet eens verkopen. Want daar moet je eerst testen. En dat kan niet, want het is allemaal verschillend. Oh ja, Femke gaat lekker eten bij de Griek in Duitsland. En... Maar altijd zeggen is niet voor baby's en niet alleen laten. Maar voor de iets grotere kinderen is het fantastisch. Die vinden dat helemaal geweldig. Maar ook om te laten zien, hè. Dus dat wilde ik even zeggen. Maar sta je op een markt, je maakt er even een paar. En neem ze mee. En ik verkocht ze serieus voor 15 euro. Me too, Marcia. Wat zei Annemie altijd tegen de meiden op het werk? Oh, presenteren doet begeren. Ja, precies, maar dat is wel zo. Het is wel zo. Dus, nou ja, dat was een verkooptrucje. En verder heb ik eigenlijk niks meer. Het zit erop. Jazeker, Femke. Ik verkocht mutsen voor 5 euro. En deze voor 15 euro, want daar deed ik wat langer over. En het verkocht gewoon. Als een malle. Ja. Net zoals die mutsen. Die stond ik ook, hè. Die stond constant om te draaien. Ik had altijd wel iets in mijn hand. Wat ik stond op te poppen of om te draaien. Zodat mensen... Nou, dit was gewoon met Koningsdag. Hey Susan. You're a little bit late. We are going to close. Oh, Mirna eet lekker kippenboot met rijst en mais. No, that's not what I was working on. No, that was something else. I'm going to grab it. One moment. This was what I was... Dankjewel, Henny. This was what I was working on. And you can put a message. It's a worry doll where you can put a message in. So this is what I was making. Oh, chicory. Witlof, lekker. Maar dan doe je net voor minder. Mag van mij allemaal. Alles mag, hè, lieve mensen. En deze zijn natuurlijk ook hartstikke leuk. En ik zat ook nog te denken. Ik zie je. Klauwje zegt, oh, die heb ik zoveel gehaakt en genaaid. Ik zat ook nog te denken. Voor het geval, als je dit nou zegt van, nou, vind ik een beetje, hè, dat die open staat. Dan zet je hier een knoop op. En dan maak je hier een lusje aan. Dat je hem vast kan knopen. En dan is de knoop ook de neus. Dat denk ik ook, Femke. En als je heel erg je best doet, dan kan je er ook nog emo knuffels van maken door met de juiste kleuren.
Maar die bekjes die kunnen we dan natuurlijk niet goed borduren. Maar daar kunnen we nog over nadenken. Dag Lenny, dank je wel. Van die kleurenmonsters. Dag Jeanette, bedankt hè. Oh, de fidget boy. Oh. I don't know. Nou. Mariska ziet ook weer mogelijkheden. Ja, de emotiemonsters, de kleurenmonsters. Lippen erop haken. Nou, we gaan er nog even over nadenken. Dag Gerry. Dag Wilma. Dag Claudia. Doei. We gaan er van tussen. Ja, emotiepoppen. Kleurenmonsters. Dag Wilma. Dag Gerry, dag Hanneke, dag Femke. Kleurenmonsters. Ja, ga maar eens googlen. Kijken of we er wat mee kunnen. Kinderen hebben er baat bij. Zelfs in België doen ze de dingen mee. I was twisting yellow and orange. What was I making then? Oh, yes. That's inside. Oké, okay. Ask me the next week. Yes? Ja, dat kan ook. Ja, precies. Nou, lieve mensen, doe er wat mee. Hoe je een bekkie of een buidel maakt. Dag Petra van Leeuwen. Femke die bruist van de ideeën. Dag Corina. Dag Hanneke. Dag Annemietje. Dag Suzanne. Dag Claudia. Bye Marcia. Thank you. Dag Marianne. Dag Jolanda. Dag Martine van der Bee. Dag Grietje. Ik ben er morgenochtend weer, lieve mensen, om 11 uur. Dag Anja Vendebosch. Dag Saskia Echtstorf. Kijk hem nou liggen. Hij is helemaal gek van dat boek. Ik zeg bedankt allemaal weer voor het kijken. En de 85 duimpjes. Maken jullie er nog even 100 van. En dan zijn we er morgen weer om 11 uur. Of om 3 uur. Of om 7 uur. Dag allemaal. Morgenavond gaan we een potje omhaken. Dag allemaal. Dag Femke. Dag Ferdinanda. Dag juf Joke. Oh ja, als je niks te doen hebt, zeef weer een leuke vlog. Dag allemaal. Ik ga ineens uit mijn hemd waaien. Doei. Fijne dag. Dag Mirna. Dag iedereen. Dag.